Waar gaan we nu? Ja, oh, we gaan weer terug. We kunnen niet blijven lachen natuurlijk. Dus we gaan weer terug naar die flauwe gul, die Van Duin Show. Ja, Van Duin. En die krijgt nu als gast, hoe heet die ook alweer? Jan Veen. Rustig, rustig. Ik ook Jan Veen. Jan Veen, die heeft bijna haar. Die heeft hetzelfde haar als ik. Oeh, Jan Veen. Oeh. Ja, die heeft hetzelfde haar als jij. Ja, zelfde kappertje. Oké. Wat zijn ze hier de haren? Ja, we zijn direct klaar op de voer. Zijn ze ook gedaan? Oké. En actie. Actie. Leuk, hè? Wat heb je nu bij? Kom eens, man. Kom eens voor de televisie. Je bent op de televisie. Ja. Wie is het? Is die van jou? Hij is mijn hond. Ah, oh, wat kijk nou de hond van jouw vee. Wat leuk, hè? Hoe heet die, Jan? McGallan. McGallan. Oh, een Schotse figuur. Hij is zo leuk zitten. Dan kunnen we allemaal naar je kijken. Hoe ben je op de televisie? Kijk dan daar. Hoe lach, hè? Is dat een mevrouw of een meneer? Ik denk een mannetje. Het is kijk, hoezo? Dat weet je toch wel? Kijk maar even. Nou, we geloven het. Het is echt een pasmeter weer, hè? Hartstikke leuk dat je op de televisie bent, hè? Mevrouw, wil u me even vasthouden? Want we moeten even met Jan even wat leuks doen, hè? We zien je zo weer terug, McAllen. Dank je. Jan, ik ben zo blij dat je er bent. Kom even hier staan. Ja. Ik ben zo blij dat je er bent, want wat ga je voor ons zingen? We zijn vreselijk benieuwd natuurlijk. Ik denk dat het beter is dat ik een beetje piano ga spelen. Waarom? Nou, piano spelen lijkt me beter. Voor mij. Oh, dan ben ik verkeerd ingelicht. Je kunt niet zingen. Ben je piano spelen? Je bent pianist? Ja. Ah, kijk, dat is de fout. Ik word niet gebriefd van tevoren natuurlijk. Fout van de regisseur. Van de regisseur, ik heb zuiver gezegd dat ik een pianist ben. Je speelt piano. Heb je daar ook les voor gehad? Ik heb 7 jaar conservatorium gedaan in het buitenland. 7 jaar conservatorium? In New York, ja. Dat zal wat gekost hebben. Ja. Dat zal wat gekost hebben. Wie heeft dat betaald? De buren. De buren! heb je ook een. Een CD afgemaakt? Met piano? Nou, ik heb er twee. Maar leuke. Verschillende. Dat is misschien ook leuk voor de camera. Ja. Dat er een derde aankomt. Nog één? Ja. Twee is niet genoeg. Over nog een week. CD. Over een week? Ja. En die heet Hang on to a Dream. Hang on to a Dream, morgen in het informatief programma. Hang on to a dream. Nieuwe CD van Jan Veen. Ik ben blij dat je er bent, want ik speel namelijk zelf ook. Beetje piano. En omdat jij dus blijkbaar dus virtuoos bent, vind ik het zo leuk als jij nou even je mening geeft over mijn pianospel. Vind je dat vervelend? Moet je een stukje horen? Tuurlijk, ik ga het ene stukje horen. Of dat is. Oké. Okay. Mijn houding is verkeerd, dat weet ik, maar het gaat even over hoe ik de toetsen raak natuurlijk. Hè. Daar gaat het om. Hè. Luister, daar komt hij. 1, 2, 3. Tuinieren. Ik ben gek op tuinieren. Zou ik dat gaan doen? Dat is nou jammer. Ik had zo gehoopt dat je had gezegd, hij is perfect. Want het lijkt me enig om met jou samen een duet te doen op de piano natuurlijk. Nou, we kunnen wat proberen. Hoe bedoel je? Ik ken wel een klassiek stuk. En dan maken we er wat van met z'n tweeën. Dat ik met jou samen? Dat speel je van mij. Dat doe ik erg graag. Neem met deze piano, want die is de goedkoopste. Ja, de mijne is nogal duur. Wat moet ik dan precies doen? Kijk, ik ga gewoon spelen. We spelen vierhandig, ja. En jij pakt die toets. Welke? Die? Die zwarte. Die? Ah, die. Ja? Ja, ik heb hem. Wacht, ik merk hem even voor de zekerheid, want ik ben niet zo slim. Want er zitten zoveel zwarte op. Ik heb hier een pleistertje. Plakken we dat erop, dan weet ik zeker dat ik de goede indruk. Oké, waar is deze? Dat is hem. Oké. Ik ga gewoon, dat is hem. Ja, perfect, oké. Ik ga gewoon spelen. Jij telt af wanneer ik kijk maar hoe ver je komt. Ja. 1, 2, 3, 4. Nou, als dit lukt, dan moet de rest ook lukken. Want ik wou het eigenlijk niet zeggen dat je net zei van, ga maar lekker tuinieren. Maar ik heb namelijk ook een zelf, met de hand, voorzichtig, met potloden, muziek geschreven. Nogal wat klassiekerig muziek. Zelf? Ja,
Kluis zelf. En het lijkt me enig als we dat dan nu met z'n tweeën spelen. Als dit lukt, lukt dat ook. Ja. Denk je, vind je dat voor voor? Dan pak ik, ik heb hier de muziek liggen. Het is heel uitgebreid. Maar daar moet jij geen moeite mee hebben. Kijk, dit is muziek, kun je dit lezen? Dit zijn noten, hè? Ja, dat is oké. Okay. Als jij hier gaat zitten, dan ga ik aan die piano zitten. Ja. En dan, dan geef je mij een teken. Ja, ik doe het eerste gedeelte en dan geef ik een teken en dan val jij daarin. Hè? Dan hoor je aan mij even een beetje hoe de sound moet zijn en de klank, want dat is belangrijk natuurlijk. Hè? En gewoon aan de, hou je nou aan de muziek, ga niet zitten freewheelen daar. Want de muziek is mooi genoeg van zich, hè? Ik heb er niet voor niks op zitten werken. Oké, daar gaan we. Ah, die zijn los. Daar halen. Tensie, ben ik klaar voor? Ja, ik geef een teken als jij in kan vallen, ja? Let op mij. Komt-ie. Een boom. Dit kan toch niet langer zo. Twee vleugels naar de klote. Twee. Alle twee die piano's. Kom op. Pak je spullen. Ga een neuk, maak je brug wat losser. Ja hoor. Zullen we lekker nog heel plezier met z'n allen. Is nog zo'n mens.